We zijn beland in Staphorst voor de allereerste aflevering van een nieuwe serie op het YouTube-kanaal van Darts Actueel. We gaan op bezoek bij 8 bekende darters van Nederland die zich geplaatst hebben voor Lakeside. Welkom bij Road to Lakeside. Ja, welkom bij een nieuwe serie, YouTube-kanaal van Darts Actueel, Road to Lakeside. Ja, misschien wel een van de grootste Nederlandse kanshebbers staat naast mij, Chris Landman. Ja, heb je geplaatst voor de Lakeside? Ja. Kijk je ernaar uit? Jazeker, ja. Het is al wel even een tijdje geleden dat ik me geplaatst heb, maar ik kijk er zeker wel naar uit. Ja, ja, het is natuurlijk, heb een jaar tussen gezeten, dat eigenlijk al wel vorig jaar spelen, maar is niet doorgegaan. Doe dat nog iets met jou? Dat je vorig jaar geen... Ja, je hebt natuurlijk het PDC-WK mogen spelen als cadeautje, maar... Ja, het is dat ik me daar toen voor geplaatst had, ja. Maar ja, het is nu, stel dat je nu... nog wel weer plaats voor de PDC, dan mag je waarschijnlijk weer, nou ja, op waarschijnlijk, dan mag je nog weer niet meedoen met de WDF-WK. Nee, jij zit nog een beetje op de wipwap daarvoor. Je begin van het jaar heb je in de top 32 gestaan om je te plaatsen. Waarom ben je daar dan niet blijven staan? Het ging wat minder op de Challenge Tour. Ja, dat is de eerste reden. Ja, Challenge Tour, dat ik toen naar de 8e plek ben gekomen. Ja, en dan word je op een gegeven moment ook niet meer uitgenodigd voor die Players Championships. En daardoor ben ik toen in die top 32 gekomen. Ja. Je had een mooie start van het seizoen. Ja, Q-School lukte dan niet, maar op de Challenge Tour lukte het eigenlijk meteen. Wat was het verschil tussen de Challenge Tour en Q-School dan? Ja, weet niet. Geen idee. Ja, Q-School, dan moet je dat weekend moet je gewoon goed wezen. Ja, en als dan even dat weekend niet valt, ja, dan heb je gewoon pech, zeg maar, eigenlijk. Ja, en de Challenge Tour, dat weekend viel wel direct gewoon alles wel. Dus ja, dat was denk ik het grote verschil. Je loopt al heel lang mee in de BDO, in de WDF. Maar je hebt eigenlijk nog niet zo heel vaak op Lakeside gestaan. Nee, twee keer. Twee keer. Een keertje tegen Telmicus. Ja, en een keer tegen McKinstry. Ja. Je hebt ook een keer in de O2 gestaan. Ja, dat is misschien net iets anders. Ja, dat is een beetje niet vergelijk, het afgetrapte Jess Declan WK. Ja. 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 De favoriete Jess. Ja. Heb je goede herinneringen aan Jess? Nee, ik vond het een waardeloos fan. Ja. Ja. Als we verder kijken naar jouw podiumervaring, heb je wel heel veel... Ja, WDF-toernooi heb je er ook al een paar gewonnen. Het is niet dat je onbekend bent op het podium. Nee, dat niet. Maar ja, dat is hem juist. Je gooit niet zo vaak op het podium bij de WDF. Ja, dan moet je de finales halen. Dan gooi je een keer. Ja, dat is het enige eigenlijk. Op podium gesproken. Je hebt ook een paar keer de Mode Super Series mogen gooien. Ja. En niet onverdienstelijk, want je had 2 keer Finals Night. Ja. De eerste keer gaat het mis in de halve finale. Was dat omdat het wennen was ook bij de modus? Ja, ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Ja, dan misschien dat je dan toch weer opnieuw moet, dat je dan 2 dagen vrij bent geweest. Dat was die allereerste keer dan. De eerste keer heb ik gewoon eigenlijk niks gedaan. En de laatste keer heb ik wel gewoon een beetje nog ingegooid. Dus toen ging het dan wel wat beter. Maar ja, toen verloor ik de finale van Jelle. Dat was wel jammer. Ja, je verliest de finale van Jelle, die we ook gaan terugzien op Lakeside als de nummer 1 geplaatst. Ja, wat verwacht je dan echt van de Lakeside? Wat ga je echt om te winnen? Met jouw niveau wat we dit jaar hebben gezien, is dat zeker tot de mogelijkheden? Ja, je gaat altijd om te winnen. Ja. Maar wie er eigenlijk allemaal spelen, ja, ik heb er eerlijk gezegd nog niet echt heel erg in verdiept. Ik zie het wel, ik ga er gewoon staan en gewoon gooien. Ga je er altijd zo open in? Ja, meestal wel, ja. Ja, ik volg niet echt alles op de voet. Ja, ik kijk wel dat op tv, zo, dat vind ik mooi, maar niet kijk wie er allemaal geplaatst zijn of zo. Hey zeg, over 2 weken mag je het gaan proberen voor de WK qualifier, voor de PDC. Vind je dat dan nog spannend om, ja, dat je niet weet van ja, we praten nu over Lakeside, waar je dan zeker van bent, maar heel misschien zien we jij daar wel helemaal niet. Nee, dat kan, ja, het mooiste is natuurlijk wel gewoon de PDC WK, maar aan de andere kant vind ik de WDF WK qua locatie en qua sfeer is dat eigenlijk wel mooier dan de PDC WK. Ja, bij de PDC WK is het natuurlijk hartstikke mooi, over gelden weet ik wat, maar... De sfeer is daar toch, ja, daar komt de helft dus eigenlijk gewoon om te feesten, weet ik wat. Maar bij de Lakeside is het toch, ja, het is een kleiner zaaltje en wel gewoon wat meer voor de data zijn ze daar. Je hebt nu beide meegemaakt. Wil jij heel graag een tourkaart? Nu je dit allemaal hebt meegemaakt, je hebt heel veel al gezien. Ja, dat lijkt me nog wel een keer, tenminste nog een keer leuk om te halen, ja, een tourkaart. En dan weet je ook precies waar je aan toe bent. Dan is alles al uitgestippeld, wanneer je moet gooien en hoe of wat. Zoals nu ook, dat is wel mooi dat je dan met de challenge toch goed staat. Maar ja, je kan op het laatste moment niet horen dat je mee mag doen en dan ben je eigenlijk, ja, dan ben je nog meer weekenden weg dan eigenlijk als je een tour gaat. Vind je dat belangrijk, het vooruitplannen? Je hebt natuurlijk het gezin, je hebt thuis. Ja, dan weet, zoals mijn vrouw weet dan ook waar je aan toe bent en hoe of wat. En dan kan je ook meer dingen plannen en zo. Ja, en nu is het gewoon, ja, dan heb je weer bevallen. Dan heb je al wat afgepland. Ja, dan komt dat ertussendoor en dan denk je mee mag doen. Ja, dan ga je dat nu zo gauw afzeggen natuurlijk, omdat je wil natuurlijk dat halen en dat je de WK kan halen. Dus dat is soms wel lastig, ja. Wat was de ervaring met PDC WK? Je won ook nog een rondje. Ja, dat was sowieso wel, dat was helemaal mooi, ja.
Het was alleen jammer dat toen met de corona, toen was net de corona-periode en dat er niet zoveel mensen daar mochten komen. Ja. Ook met het ingooiruimte en zo. Anders was ik 's middags alweer eens kijken zo, dan van tevoren, maar dat mocht toen niet. Maar nee, maar het was, ja, het is heel anders. Hè. Het is gewoon meer professioneel eromheen en zo, de interview en zo. Ja. Dat is niet mijn ding. Dat, ja, op een gegeven moment als dat vaak gebeurt, dan wijden we aan. Maar laat mij maar gewoon lekker gooien en dan podium. Maar het was hartstikke mooi. Hè. Dus wat dat betreft speel je liever WDF? Ja, aan de andere kant ja en nee, want PDC is alles wel gewoon goed geregeld. Zoals bij die Pro Tours ook en bij de Challenge Tour. Je weet precies wanneer je moet gooien en het is klaar. En bij de WDF heb je nog wel eens, ja, waar ik toen eens een keer meegemaakt bij de Ierland was er volgens mij dat in één keer, had iedereen de eerste ronde gooit en dan wordt in één keer alles stopgezet en dan wordt er wat opnieuw geloot. Terwijl dan was volgens mij die Nick Kenny, die verloor de eerste ronde en die wint daarna gewoon toernooi. Dus dat eigenlijk, dat is ook niet eerlijk, maar... Is het een beetje amateuristisch? Ja. Ja, amateuristisch, ja. Maar ja, je hebt dat ook nodig, vind ik. Daar zijn de meesten wel begonnen. Want anders, als dat er niet is, dan heb je niks. Dan is het of PDC of niks. Ja, de modus, nu heb je meer kansen. Inderdaad, wat je zegt, de modus komt er nu bij. De EDC qualifiers, die zijn nu al volop bezig. Is dat nog iets wat jouw interesse wekt? Want je hebt nu al een paar keer op de modus gestaan. Ik heb er nu wel ingeschreven voor die eerste twee. Ik wil gewoon eens kijken wat dat is en hoe of wat. Ja, ik weet ook niet hoe dat nu zit. We werden eerder nog eens gevraagd om mee te doen voor de modus. Of je dan een week kon of weet ik veel wat. Maar ik wil gewoon eens kijken hoe dat is, ja, hoe het toernooi zijn, hoe of wat. Dus, Ja, Chris, we hebben nog een verrassing voor jou. We hebben de laatste paar weken achter de scherm hard gewerkt. We hebben een hele mooie verrassing voor jou. Kijk met mij mee. Oké. Hoi Chris, bij deze wens ik je heel veel succes op de Lakeside in december. En ga vooral lekker genieten en zet hem op, vriend. Succes, yo! Hey Chris, van harte gefeliciteerd met plaatsing voor de Lakeside. En natuurlijk heel veel succes. En je weet het, gewoon lekker joekelen. Hoppa. Hey, grote vriend, oude teamgenoot. Ik wens jou heel veel succes op het WDF-WK. En ik denk dat je het heel goed gaat doen. Veel succes, Roye. Hey Chris, ik hoop voor je dat je het PDC-WK misschien nog gaat halen. Nou, mocht dat niet zo zijn, dan wens ik je veel succes hè, op Lakeside. En ga ervoor. Hey Chris, een paar vrienden van jou. Ja, drie bekenden, één wat minder bekende. Ja. Wat doet het met jou? Ja, dat is leuk. Ja, ja, door die Patrick Maat ken ik van de laatste tijd dan een beetje. Maar... Nou, Erik Jan, ja, daar gooit nu competitie mee, nu dit seizoen voor de eerste en ook Super League. Ja, en door hem, of hem eigenlijk begonnen, maar die heeft me toen een keer gezegd van, goh, je moet eens een keer meegaan naar die NDB's. Ik zeg maar, NDB's, wat is dat dan? Ja, gewoon Nederlandse kampioenschappen inderdaad. En zodoende is het toen eigenlijk wel begonnen. Toen haalde ik het Nederlands team en toen, sinds dat ik daar in het Nederlands team zat, is het eigenlijk een internationale beetje begonnen. Ja, dus. Ja, en Richard ken ik ook dan door die internationale toernooien en dat is nu ook een beetje, daar ga ik ook wat mee reizen, ja. Richard, daar heb jij heel veel mee gereisd in het verleden, heel veel gewoon gekoppeld. Ja. Mis jij hem nu? De laatste keer mocht ik allemaal nog steeds meedoen met die pro, dus dan was het nog niet van me af nog steeds. Maar nee, ik vind het wel jammer, het was altijd gewoon, we kunnen goed met elkaar en het is altijd gezellig, een hotelkamer delen, weet ik wat. Dus we zijn een beetje hetzelfde, allebei wat rustig, gewoon een beetje, gewoon geen poespas of zo. Dus, nee, ik vind het wel jammer. Ja, ik gun hem hartstikke goed dat hij toe werd gegaan. Ik had ook wel verwacht dat hij het ging doen. Dus, Wie weet sta jij de volgende keer ook? Ik hoop het, ja. Dan kunnen we mooi samen weer... Die andere die we zagen, het jonge kanon, Owe Roelof. Jonge ongeleid af en toe. Ja, daar heb ik nog bij dingen mee gegooid. Ja, bij Bos Genoegen, ja. Ja, hij is ook een heel aardige jongen. Die is ook altijd aardig. Vind je het jammer dat je nu bij Bos Genoegen speelt of is het een bewuste keuze geweest? Aan de ene kant natuurlijk wel jammer, maar het was wel een bewuste keuze. Want op een gegeven moment gingen Owen en zo ook allemaal weg dan. En ik kan heel goed met Martijn ook. Die zie ik toen ook heel vaak op de Pro Tour, daar kan ik ook wel heel goed mee. Daar ging ik eerder ook, toen we samen met de WF ook vaak een kamer gedeeld en zo. Dus dat was ook altijd heel gezellig. Maar ja, het was wel een bewuste keuze. Gewoon de sfeer werd ook wat anders. Gewoon de spelers die er waren en die er kwamen. Ja, het was gewoon niet meer precies. Maar ik vond het wel jammer, ik had altijd een mooie tijd. Dan, ja. Deze verrassing. Dan wil ik vragen of je voor het dartbord gaat staan, want dan gaan we de 10 dilemma's opnemen met jou. Oké. Chris Landman, de dilemma's. Ja. Je krijgt twee opties. En dan mag je aan die twee opties één kiezen. Dus met wie reis je het leukst? Wat vind je beter? Waar ga je liever voor? Dat is een beetje het idee. Dan ben je er klaar voor? Je mag er later nog op terugkomen. Ja hoor, nee, is prima. Chris Landman, dubbel 20 of dubbel 16? Dubbel 20. Koppels of singles? Single. Een 89 gooien in een wedstrijd en de wedstrijd verliezen, of een 170 finish gooien en de wedstrijd winnen? Ik denk een 89 en de wedstrijd verliezen, want die hebben we nog niet officieel gegooid. Poedercoater of professioneel darter?
Een professioneel darter. WDF of PDC? PDC. Richard Veenstra of Wesley Harms? Richard Veenstra. Thuis of onderweg? Thuis. Lakeside of Ellie Pelly? Ellie Pelly. Michael van Gerwen of Raymond van Barneveld? Michael van Gerwen. Eén keer de Lakeside winnen of een keer de UK Open winnen? De Lakeside winnen. Goed, dat waren de 10. Ik wil eigenlijk meteen terugkomen op Richard Veenstra of Wesley Harms. Dan moet je een beetje laconiek bij lachen. Ja. Wat zit daarachter? Nee, gewoon nee, maar we gingen altijd ook met z'n allen mee. Wesley is ook gewoon een hele goede, daar kunnen we ook heel goed mee. Maar ja, Wesley is Wesley, die wil gewoon, ja, die is gewoon wat anders dan de anderen. Die wil gewoon graag in een pixie staan en weet ik wat. Maar dat is ook een hele goede kerel hoor, echt, daar kan ik ook goed mee. Maar... Toch geen poedercoater? Nee, ja, ik heb altijd gezegd, als ik niet hoef te werken, dan deed ik het niet. Maar aan de andere kant, ik denk, ja, als je professioneel dat, dan is alleen maar datten. Maar aan de andere kant, dan ben je wel meer... vrij, als je dan, zoals nu, dan moet je reizen en dan kom je terug. Ja, dan moet je de volgende dag moet je bijvoorbeeld weer werken. En dan moet je ook gewoon weer. En nu kan, als je dan professioneel dat bent, dan kan je bijvoorbeeld de kinderen, ja, van school houden. Dus je wordt nu al wat groter dan, maar dan kan je thuis ook gewoon wat doen en wat rustiger aan, zeg maar. Een andere opvallende officiële negendarter. Nog niet gegooid, maar wel, liever die wedstrijd verliezen. Nee, ik heb nou pas dan toevallig met één gooi ook nog een keer gegooid. Dus nu, ik heb hem 2 keer met één gooi gegooid, maar... Nee, dan denk ik, ligt er aan wat voor wedstrijd is hoor. Ik weet niet welke wedstrijd dan is die finale van de reeks. Dus dan liever winnen. Nee, maar ja, dan gewoon dan denk ik wel liever een 9 dat is. Ja, en dan, ja, je verliezen doe je toch wel een keer. Wie weet op Lakeside. Ja, dat zou een keer mooi wezen. Ja. Chris, bedankt voor de dilemma's. Ja, jullie ook bedankt. Ja. Chris, wij sluiten altijd af met één vaste vraag. Wat ga jij doen op Q-School 2024? Ik hoop te plaatsen dat ik een tour ga halen. En dan gaan we je 2 jaar op de tour zien. Ja. Zullen we 1 afspraak maken? Als je de 2e ronde weer op Lakeside, sta je dan voor mijn microfoon? Ja, is goed. Gaan we doen. Ja. Chris Landman, we gaan hem terugzien op Lakeside. Ja. Vond je dit nou een leuk filmpje? Laat even een blauw duimpje achter. Abonneer je op ons YouTube kanaal voor de komende afleveringen van Road to Lakeside. En dan zie ik jullie graag bij de volgende Road to Lakeside. Hallo. Joehoe. Vond je dit nou een leuk filmpje? Abonneer je op ons YouTube kanaal. Wil jij meer van dit soort vette content zien? Neem contact met ons op voor een eventuele samenwerking om nog veel meer van deze mooie series te maken.